Hallo mensen, welkom terug bij de nieuwe aflevering No Limits. Vorige keer hadden we die Adventure Worlds gedaan. Weet u toch dat we die Mijntrein achtbaan deden en die nogal grove groene achtbaan. En we zouden dus nog twee andere achtbanen gaan doen in hetzelfde park. Dus eigenlijk is de video opgesplitst in twee delen. En dit is dus World of Adventures. We gaan naar de volgende achtbaan. Dat is niet die prachtige rode constructie, maar dat is deze achtbaan. Oh, is dat... Nee, dat was de Mijntrein achtbaan. Deze is niet goed. We lopen nog iets door... Toch al richting die rode achtbaan. Ik vind het echt, die ondersteuningen zijn echt bizar gedaan. Kijk wat een grote constructies hier, jongens. Ongelooflijk. Ja, die paarse achtbaan moeten we ook naartoe. Hoe komen we daar in vredesnaam terecht? Ik zie daar achter het station. Nou, dan doen we eerst wel die rode achtbaan. En, wauw. Kijk eens wat een constructie. Wat een constructie. Moet je kijken, man. Dat is echt niet normaal. Deze is echt bizar gedaan. Als ik al moeite heb met een No Limits baan maken... En hun doen er nog even ingewikkeld bij en hun maken een hele constructie. Nou, echt waar. Prachtig. Hier kan je helemaal naar boven ook met het pad. Maar we moeten denk ik... God, waar moeten we heen, joh? Waar is in vredesnaam? Waar is dit station? Is het daar boven of daar? Ik ga zoeken. Het is echt een naald in de hooiberg hier. Waar moeten wij heen? Ik zie hier wel wat te groot. Zal dit niet die achtbaan zijn? Is dit... Dit is hem volgens mij wel. Hier erin of daar? Ja, hier erin. Oh, die mooie muziek. We gaan langs het station zelfs. We komen deze kant. Ik ben echt benieuwd naar deze achtbaan. Dit wordt echt wel echt een bizar... Wow! Wow! Oké. Daarom was de baan zo breed waarschijnlijk. Dit wordt echt gigantisch vet. Wauw, wat een opening voor deze No Limits video. Daar gaan we. Het zakt weg, de grond... Oh, we zitten helemaal achteraan het karretje. Nou, sorry mensen, ik wist niet welke kant hij op ging. Ik ben wel erg benieuwd. Het is wel gaaf om een keer achterin te zitten in de achtbaan. En kijk hoe dik die rails is, mensen. Wauw, wauw, wauw. Wat een ondersteuning ook. Moet je kijken wat een... Oh. Ik vind het wel echt heel creepy dit. Moet je kijken. Oh. Oh, we gaan liggen. Oh, we gaan over zijn kop al. Nu al. Holy crap. Help. We hangen nu echt. Oh, we gaan. Oh, wat verschrikkelijk is dit. Nou ja, positief. We gaan door een hele smalle tunnel. En we gaan dadelijk nog meer draaien. We staan nu vast. En nu gaan we weer draaien. Het is alsof die geprogrammeerd is of zo. Lijkt het net. Wat een speed alweer. En dan hebben we nog niet eens de achtbaan gehad. Dit is gewoon het beginstuk, hè? Woehoe! Holy crap! Als ik een Oculus Rift op had, zou ik het uitgillen. Oh, nu krijgen we dit stuk. Oh, verschrikkelijk. Wat gaaf gedaan ook. Lijkt net een reuzenrad uit de verte. Ik denk dat we af worden geschoten dadelijk. Ik denk dat het niet lang meer kan duren. 3, 2, 1 en go! Woehoe! Zo! Woehoehoe! Oh, dit is vet. Karretjes, die... Het valt best mee hoe vaak die over de kop gaan. Maar je hebt nu een dubbel effect natuurlijk. Oh, dit is gaaf. Helemaal aan de zijkant van de baan hangen we. Dit is echt wat een coaster, mensen. Ongelooflijk. Oh! Moet naar de overkant, wacht even. Zo, netjes naar de uitgang. Jeetje. Ongelooflijk. Weet je wat? We vliegen gewoon eventjes. Dan kunnen we namelijk alles zien hier. Wat een baan. Echt een... Nou, bizar. Dan gaan we naar de laatste achtbaan. En dat is deze. Ziet eruit als een soort dive coaster. Kunnen wij nog een plekje nemen? Wij hebben wel de goede kant op dit keer. Dus ik ga vooraan. En we gaan gewoon aan de zijkant. Mooie muziek ook toegevoegd. Ik vind het wel een fantastisch park. En daar gaan we. We gaan vertrekken. Kom maar op. Spannende muziek. Doet toch heel veel hoor met je in zo'n attractie. Nou, daar gaan we hoor.
Eerste daling. Lekker soepel. Gewoon even lekker vaartje erin. En dan krijgen we het stuk dat we omhoog worden getrokken. Leuke kleur ook. Paars met geel. Heel opvallende kleur ook. En gelijkertijd ook de laatste achtbaan die we gaan doen van World of Adventures. De wereld van de avonturen. En elke achtbaan was eigenlijk wel een avontuur. De groene hebben we daar en we hebben de blauwe. En nu doen we de paarse. En dit is altijd fantastisch zoiets. Een hele brede baan. Maar we steken ook best wel ver uit van de baan. Jeetje jongens. Wat een snelheid. Weer over de kop. En nog een soort van over de kop. Jeetje. Nou, dit is best wel een misselijk maken achtbaan als ik het zo zie. Dan hebben we remmetjes. Oh nee, we gaan gewoon keihard door onder de grond of onder een berg. De snelheid gaat er nu wel een beetje uit, maar dat is mooi voor deze barrel roll. Dan is langzaam is altijd gaaf bij zo'n barrel roll, vind ik. Geeft wel heel veel effect, vind ik. En dan krijgen we hier het einde al. Het zijn kleine baantjes eigenlijk. Ik denk dat de groene nog wel het langste was. Wel echt fantastisch weer. Wat een constructies. Dit was heel mooi gebouwd. Ik ben echt jaloers op dit. Als je dit zou kunnen maken in No Limits. Fantastisch. Nou mensen, laat zeker weten in de comments achter. Wat je hiervan vond van dit hele park. En ja, dit was zeker een toppetje. Laat zeker een like achter en te abonneren midden van het scherm. En dan tot de volgende keer bij een nieuwe No Limits aflevering. Doei doeg!